Het is zondag 21 september. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Vrouw ligt 9 maanden dood in huis in de Beverwaard. 10-jarige Tijmen Franken zamelt met zijn skelter geld in voor hospice Hoekse Waard. En chef Cox Harbor Club klaar voor recordpoging kreeften uitserveren. Maar eerst het weer voor morgen. Maandag zijn er wolkenvelden, maar de zon zal ook af en toe doorbreken. Het blijft vrijwel overal droog en er staat een matige wind uit het noorden tot noordwesten. In de middag wordt het 16 graden. In de Rotterdamse wijk Beverwaard heeft een vrouw 9 maanden dood in huis gelegen. Het lichaam lag in een woning aan de Molenkatensingel. Het werd in juni al ontdekt, maar is bewust stilgehouden door de gemeente. Hier is een mevrouw gevonden, 65 jaar oud, achter de voordeur, die een natuurlijke dood gestorven is. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat mevrouw al 9 maanden dood achter die voordeur lag. Volgens Zwaneveld had de vrouw geen contact met haar kinderen en ook niet met haar ouders die nog leven. Ook buurtbewoners spraken nauwelijks met de vrouw die al in juni dit jaar dood werd gevonden. Waarom is er toen niets bekendgemaakt? Nou, een aantal maanden daarvoor is in Delfshaven die mevrouw gevonden die 10 jaar lang achter de voordeur dood heeft gelegen. De politie samen met de ambtelijke organisatie hebben we de buren bezocht en ook gevraagd of daar ook dezelfde consternatie was als in Delfshaven. Bleek niet zo te zijn. Mevrouw die leeft een heel teruggetrokken bestaan. Zeker ook gezien het negatieve imago wat de wijk Beverwaard heeft. En is er dus besloten om dit zo te laten. Volgens burgemeester Abu Taleb heeft de gemeente de situatie bewust niet gecommuniceerd. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals in Delfshaven. Dat kan de achtergebleven familieleden van zo'n persoon beschadigen in sociaal opzicht. En dat doen we dus ook niet. Dat doen we bij zedenzaken ook niet. Want dan kan dat het slachtoffer, namelijk de vrouw of het meisje of het kind, wat in het geding is en de familieomgeving, kan dat beschadigd raken. En dus vindt daar geen actieve communicatie plaats. Dingen komen vanzelf wel naar buiten, maar het wordt niet actief gecommuniceerd. Ik zal dit ook verder gaan opnemen met de burgemeester. En ook vanuit de directie veilig ga ik vragen van jongens, hoe gaan we hier in de toekomst mee aan het werk? Ook de komende jaren zullen dit soort dingen met enige regelmaat helaas gebeuren. In een grote stad waar veel anonimiteit is, gebeurt dit soort dingen. Dat is niet altijd te vermijden. Dat kun je als overheid niet afdwingen dat het anders gaat. Al precies 1,5 jaar is het bij restaurant The Harbor Club elke maandag Lobster Monday. Reden voor een feestje vonden de chef-koks en daarom pakken ze maandag groots uit. De mannen doen namelijk een recordpoging kreeften uitserveren. En ja, daar heb je nogal wat kreeften voor nodig. 30, 36, 38. Ja, er zaten op dit moment 7900 kreeften in, bijna 8000. En we hebben binnen nog wat extra voorraad in onze bassins liggen. Zodat wanneer de heren tekortkomen, we ze nog aan kunnen vullen de komende dagen. Zo'n groot aantal kreeften hebben ze bij de 3 vestigingen van de Harbor Club nog nooit klaargemaakt. De chef-koks bereiden zich voor op een hectische avond. We hebben ongeveer uitgerekend dat we 1,5-2 minuten nodig hebben om een kreeft schoon te maken. Dus Amsterdam serveren we dat 3000, dus dat 6000 minuten kreeft schoonmaken. Dus dan moeten we met z'n allen flink in de bak. Ja, dan Scheveningen, Rotterdam ook, 2000 kreeften. Dus dat wordt hard werken morgen. Heeft u zelf ook een tafeltje gereserveerd? Nee, helaas niet. Ik moet morgen hier werken, dus dat gaat niet door. Ook andere kreeftliefhebbers zullen moeten wachten op een volgende recordpoging, want alle 3 de vestigingen zitten helemaal vol. Ja, er zijn geen plekken meer beschikbaar. Dus dat is ook goed voor ons natuurlijk. Wij weten waar we aan toe zijn. Feyenoord leed vanmiddag tegen Ajax alweer zijn 6e nederlaag in 11 officiële wedstrijden. Maar stapte na de nederlaag tegen de Amsterdammers toch onder luid applaus van het veld. Bij de Kuip staat collega Clay Ruperti. Clay, applaus voor Feyenoord na een nederlaag tegen Ajax. Leg uit. Ja, dat heeft er alles mee te maken dat het spel van Feyenoord vanmiddag in die klassieke gewoon heel behoorlijk was. Feyenoord was stukken beter dan Ajax. Zette Ajax onder druk, creëerde ontzettend veel kansen ook. Maar Feyenoord benutte die kansen niet. Er waren 3 ballen op de lat. Tevreden kreeg in de slotfase echt nog een enorme kans. Maar ja, als je die kansen niet benut, ja, dan ga je geen resultaten boeken. Ajax benutte wel een van de kansen. Al na 5 minuten een vrije trap van Van Rijn. Hij scoorde wel en dus gaat Ajax hier met een overwinning weg. Wint Feyenoord opnieuw niet, maar geeft het spel van de Rotterdammers dus wel houvast voor de komende wedstrijden. En hoe waren de reacties na afloop?
ja, vanzelfsprekend erg teleurgesteld. Wat je veel hoorde was inderdaad dat het spel in elk geval wel goed was van de Rotterdammers. Dat is een enorm verschil met die wedstrijd die hier vorige week werd gespeeld tegen Willem II. Toen verloor Feyenoord ook, maar ging dat gepaard, ja, met ontzettend zwak spel. Nu was het spel wel op orde, maar werden de kansen niet afgemaakt. En dus, ja, proberen de mensen hier bij Feyenoord zich toch vooral vast te houden aan dat goede spel. Wat vandaag tegen Ajax werd laten zien. Wat de spelers en trainer er precies van vonden, dat is zo te zien in FC Rijnmond. Dan is ook Jan Boskamp te gast bij ons in de studio. Dankjewel, Clay Rupetti. De 10-jarige Tijmen Franke is een held. Want dit weekend legde hij met zijn skelter een afstand af van 19 kilometer... om geld in te zamelen voor de hospice Hoekserwaard in Zuid-Beijerland. Hij begon voor zijn huis in Mijnsheerenland en eindigde uren later voor de deur van het hospice in Zuid-Beijerland. Daar gaat hij, de 10-jarige Tijmen. Op zijn skelter trotseert hij ruim 19 kilometer. Halverwege de route staan vrienden en familie te wachten om hem aan te moedigen. Wat hij allemaal binnen heeft gehaald en wat hij er allemaal voor doet, echt helemaal te gek. En ook zijn vader, die er achteraan fietst natuurlijk, die moet ook aangemoedigd worden. Want ja, fiets is ook niet helemaal zijn ding, maar hij moet dus ook wel even doorgaan. Met de tocht steunt Tijmen Hospice Hoekserwaard, waar terminale patiënten hun laatste dagen doorbrengen. In het bakje achter de skelter zit al minimaal 600 euro. En dat bedrag loopt steeds verder op. En net ook een mevrouw daar zo. Die, hoe heet dat? Dat is wel grappig. Die had speciaal een enveloppe in een portemonnee voor als ze mij tegenkwam. Is niet ontzettend zwaar zo'n tocht? Ja, heel erg. Maar ja, het is wel voor het goed doel, hè? En dan, na uren toeren op zijn skelter, bereikt hij eindelijk het hospice om het geld persoonlijk te overhandigen. Dat is een flink gevulde pot, mevrouw. Daar ziet het inderdaad wel naar uit, ja. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja, maar nog blijer zijn we eigenlijk met het feit dat ja, een jongen van deze leeftijd dit gewoon doet. Het is zo bijzonder. Nou, waarom vind je dit zo belangrijk? Omdat ik heel graag wil dat als de mensen die nu op sterven liggen eigenlijk, dat die gewoon een heel goed leven nog hebben. En dan wil ik zou het heel leuk vinden als een ander jongetje met zo hetzelfde doet als ik bijvoorbeeld hier zou liggen. Nee, hij kwam daar ineens mee. Sociaal. Zo is hij. Heeft hij dat van zijn vader of van zijn moeder? Beide. Je bent een beetje een held, hè? Ja. Het is september, maar Sinterklaas was vanmiddag even in het land. In het grootste geheim was hij te zien in Rokanje, waar wordt gewerkt aan een semi-professionele Sinterklaas speelfilm. Bedoeld voor uitzending in november op de lokale omroep. Ja. Scène 19, take 8, hol 1, sound 28. Oké, actie! Er wordt gesloten, Sven, van die stal! Super spannend in een vrijstaande villa in Rokanje. Opname voor de nieuwste speelfilm werd Sinterklaas en heel veel Zwarte Pieten. En allemaal echt, want ingevlogen vanuit Spanje. Dit is poeder om de smink vast te zetten, dat minder glanst en blijft beter zitten. Nee, was hij weg? Wat? Amerigo weg? Maar dat kan niet, dat mag niet. Kijk, ze eens oefenen, die Zwarte Pieten. Het is bijna helemaal no budget, zeg maar. Dus we doen het echt met z'n allen, gewoon met iedereen. We hebben heel veel vrijwilligers, ook alle figuranten zijn ook allemaal vrijwilligers. Ik speel de gemene barones. En dit is Jacques, mijn man. Ja, en ik moet maar gewoon luisteren naar wat ze zegt. Ja. Zij is eigenlijk de hoofdpersoon. Hè? De film heet niet voor niks Sinterklaas en de gemene barones. Ja. Kan ik binnen met mijn knecht? Dit is het huis van Sinterklaas. Nee, dit is Olaardsduin in Rokanje. En dit is het huis wat we dus gebruiken als het huis van Sinterklaas in de film. Vanaf november in het theater van Hellevoetsluis en daarna bij de lokale omroep op Voorneputten. Ik vind het echt heel cool. Yo! Ik ga regeld. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws kunt u uiteraard vinden op onze website rijnmond.nl. Wens u nog een prettige dag.